Ehrenberg nu. En dan is het gevaarlijk. Die heeft vorige week vertrouwen kunnen tanken tegen Deinze. De voorzet bijna aan de tweede zone tot bij de geblondeerde Traoré. Ehrenberg opnieuw. Zult de Waregem echt wel aan een verschroeiend tempo deze wedstrijd begonnen. En het resulteert na 9,5 minuut in een doelpunt. Het is de Cypriot Stavros Gabriel die weet te scoren. En Zult de Waregem komt 1-0 voor. Ja, het was een verpletterende druk toch wel van SCV richting het doel van Brent Gabriel. En ze kwamen er niet uit, Lokere Temse. Nieuw pak. Bonen. Er kan een opening gebeuren. Bonen tot bij Van Moerzeke. De vlak blijft beneden. Dit is een goede aanval van Lokere Temse. En dit had eigenlijk de 1-1 gelijkmaker moeten opleveren. Een tot van een kans na een hele goede aanval van Lokere Temse. Dit was wel buitenspel. Dit moeten we eerlijk meegeven. Gilles Van Moerzeke. Van Houter met de opening. En je voelt een momentje in de wedstrijd. Na een half uur spelen, Lokere Temse begint meer en meer in de wedstrijd te komen. Dit is een fraaie omhaal. Traoré dan nu. Die wordt er afgelopen. Dianganga. Hij gaat op de bom. Na 60%. Dat zou in de eindafrekening toch kunnen helpen. Soumaré nu. Soumaré met een trap, maar dit is met veel te weinig venijn in. Opletten geblazen, Cassaert moet opletten met zijn drieën. Die gaan ze verdedigen op Traoré. En dit is opnieuw een goede tackle op Traoré. Hier is nu wel de recuperatie van Diop tot bij Vossen. Diop krijgt hem terug. Diop met de trap en een goede tackle. Zo lijkt het van Gabriel nu. Onder druk gezet, Gabriel. Ja, als een echte slangenmens gaat hij er vandoor. Dit is goed gedaan, Traoré. Die opent op Van Aarschot. Oef, en die stuiterde door. Van der Gouw nam het zeker voor het onzeker. Ik denk dat die bal net naast zou zijn gegaan. Zal op dit beeld niet uit te maken zijn. Hier dus denk ik niet dat Van Moerzeke die bal nog toucheert. Hier gaan we misschien zien of hij binnen het kader zal. Hier is Boujou. Met zijn drieën in de grote rechthoek. Daar is Van Moerzeke. Tjonge, jonge, jonge. Lokere Temse is echt aan het beuken. En maakt echt wel aanspraak op een eventuele gelijkinzitten voor de bezoekers. Aan de verste paal is Soumaré, dat is ook gespot. Hier is Soumaré, de controle is wat minder. Dan knijpt hij wel naar binnen toe. Nog steeds Soumaré, de voorzet van Bonen. Er kan nog gevaar uit voortkomen. Hier is Van Moerzeke, maar die moet er hoog klimmen. Moet naar Fraser. Het gaat terug tot bij Nadie. Gaat Zult de Waregem het hier afmaken. Met een Doer, ook Ehrenberg is mee. Wat doet een Doer? Een Doer maakt echt geen goede keuzes. Zult de Waregem laat het. Minder dan 2 minuten, eigenlijk nog anderhalve minuut. Fraser komt door, dit is geen buitenspel van Ehrenberg. Ehrenberg mag doorgaan. Ehrenberg nu, gaan ze nu wel de juiste optie doen. Hier is Fraser voor zijn eerste goal in België. Nee! Fraser met een slechte controle. Zult de Waregem blijft wel aan de bal. Gabriel nu, oh en dan lopen ze elkaar voor de voeten. Die lange bal moet komen. Maar het is geen goeie. En ook Tim de Keizer maakt er een einde aan. De Elindus Arena maakt voor de eerste keer dit seizoen.